Nog 30 seconden. Ja. Mijn naam is een K. Sorry? Erik met een K. Oh. Ja, ik gelijk. Da. Ja, dat was Paul McCartney. En dat heeft ook weer van de kerst weer gebracht. Inmiddels zijn in de studio twee gasten aangeschoven. Dat zijn Wim Meijer. Hij is een inwoner van Pijnacker Delft. Pijnacker Noordhoek, hij heeft geschilderd. En Erik Bevaart, die voorzitter van Stichting Cultuur en Support. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in de studio. We hebben jullie gevraagd hier te komen, omdat het is allemaal begonnen met de tentoonstelling over Vermeer van schilderijen van de heer Meijer. Dat klopt, hè? Ja, helemaal. Ja. Ja. U schildert schilderijen van Vermeer? Nou, ik schilder sowieso al. Ik ben gewoon een amateur schilder. Ja. En ik schilder al een jaar of 30, misschien wel meer. En op een gegeven moment dan ga je een plaatje van Vermeer schilderen. Ja, op een gegeven moment is het zover. Ja. Heeft u niet één schilderij van Vermeer gemaakt, maar u heeft er meer gedaan, hè? Ik heb er een stuk of 36 gemaakt. Ik ben met de 37e ben ik nog bezig. Dan hebben we zo'n beetje bijna het hele oeuvre van Vermeer gecoverd. Is het helemaal gecoverd, ja. Ja, ja. Dat is een aardige klus, daar ben je even mee bezig, hè? Ik ben een jaar of 5 bezig geweest. Want ik heb het al een poosje klaar, hoor. Maar dat is snel, want Vermeer heeft er zijn hele leven over gedaan. Ja, dat klopt, maar hij heeft wel waarschijnlijk meer geschilderd dan die 6 of 37, hè? Ja, er zijn dus, misschien wat zoek gedaan. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, want hij is lang niet altijd zo populair geweest, nee. Natuurlijk. Nee. En hij moest de modellen dus neerzetten en zijn interieur moest hij dus zo klaar... Hij moest het eerst bedenken van de voorhanden. Daar heb ik geen last van gehad. Nee. Dat had Vermeer al voor u geregeld. Ja, precies. Maar goed, daar is het mee begonnen. En toen werd een tentoonstelling ingericht. En toen kwam hij in gesprek met Erik Bevaart, die zit hier ook. En hoe is dat gesprek gegaan? Want het gaat over slordigheidjes slordigheidjes, misschien moet je zeggen, doet het opzettelijk, ik weet het niet. Maar u had iets ontdekt. Ja, ik heb alle schilderijen menig keer bekeken. En ik kan niet anders zeggen dat ik erg goed gedaan vind door Wim Meijer. En daardoor was ik een beetje verbaasd over één schilderij. Dat heet De Gitaarspeelster. Ja. En nou ja, bij wijze van spreken, ik dacht bijna dat Wim Meijer zou inderdaad dronken geweest zijn toen ik dit schilderde. Zou dat kunnen, denk je? Nou, dat kan in dit geval echt niet. Oh. U kent hem waarschijnlijk beter dan ik. Ja. Met zijn kast als wij gezellige drinken, hoor. Oh, okay. En, maar dat was dus niet het geval? Nee, maar nee. Ik vond het zo merkwaardig. En dan zien we zo'n gitaarspeelster, een gitaar met 5 snaren. Nou, dat kan op zich, hè. Vroeger had je ook 5 snaren en ook 7 snaren gitaren. Dus dat op zich was nog niet zo vreemd. Waar het niet dat ik 6 stemknoppen tegenkwam. Nou, dat vond ik een beetje te. Want 5 snaren, 6 stemknoppen. Dus of een snaar te weinig of een stemknop te veel. Ja, nou, dan houden we normaal gesproken toch op die snaar te weinig. Ja. En dat is natuurlijk een beetje het voordeel. En Wim zegt, ja joh, ik heb het gewoon geschilderd zoals ze stond. Dus, Was het u niet opgevallen hierbij? Nee. U hebt gewoon geschilderd wat er stond en die dacht niet van, ik mis een snaar. Nee, ik heb ze eigenlijk niet eens geteld. Maar goed dat iemand anders dat al gedaan heeft. Ja. Maar goed, u ontdekte het wel en toen? Ja, dus toen het staat me te doen. Eigenlijk wel even zorgen dat je een schilderij een beetje wat uitvergroot kan bekijken. Ja. Tegenwoordig op Wikipedia is dat heel makkelijk. Dus toen ben ik die gitaar nog maar eens goed gaan bekijken. En toen viel mij op dat er eigenlijk wel een 6e snaar is. Maar die 6e snaar houdt een beetje halverwege op te bestaan. Nou, dat vond ik helemaal raar, want op het schilderijtje zie je heel duidelijk dat de gitaarspeelster de snaar te hoog roept met de ringvinger. Ja. Dus zo'n snaar die niet afgemaakt wordt, dat is al heel raar. Dus dan dacht ik, het zou echt wel eens, en waarom ook niet, een foutje van Vermeer kunnen zijn. Ja, dat hij zat te schilderen, dat zijn vrouw niet het eten is klaar, dat hij weggegaan is en na de hand vergeten was dat hij met die snaar bezig was. Ik weet bijna zeker dat het zo gegaan is. Ja, of zijn schoonmoeder natuurlijk. Maar dat moet toch ooit iemand anders, als je schoonmoeder, daar wonen die geloof ik. Ja, precies, daar wonen. Ja. Maar dat moet toch misschien ook wel eens iemand anders opgevallen zijn. Heeft u geprobeerd uit te zoeken of nog meer mensen dat hadden gezien? Nou, ik heb natuurlijk wel een beetje verdiept in andere informatie rondom het schilderij. Ja. Nou, wat ik ben tegengekomen, dat was eigenlijk niet veel anders dan, ook op zich een zeer belangrijk aspect, dat veelal komt het licht bij Vermeer van links.
Ja. En toevallig bij dit schilderij van rechts. Nou, dat is prima informatie natuurlijk. Hè. Heel relevante informatie voor de Vermeer-liefhebbers. Maar niet zozeer datgene wat ik dus bij toeval ontdekte. U heeft nergens gezien dat iemand beschreven had, Vermeer is halverwege iets nagestopt. Nee. En moet ik zeggen... Zou dat het enige zijn? Of heeft Vermeer meer van dat soort dingen? Ik zeg van nou... Nou, wat mij zeker opviel bij een prachtige schilderij van hem op zich, hè, dat is de allegorie op het geloof. En daar zie je heel veel dingen, ook weer minutieus, heel verfijnd geschilderd. Maar dan zie ik de Bijbel en dan denk ik, nou, dat is toch wel even ietsje... Je weet het best kunnen. Ja, zeker. Vooral omdat je een beetje onderop dat stukje zie je een paar vlekjes. Een stuk of 3-4 vlekjes. Dat je denkt, nou, die moesten nog eigenlijk weggewerkt worden. Maar goed, ik kan zeggen, ja, allemaal interpretatie, maar dat is te onwaarschijnlijk. Als je ziet dat bepaalde dingen zo nauwkeurig gedaan zijn, dan is dit niet, hier zit geen... U denkt echt dat het anders bedoeld moet zijn, dat het gewoon niet goed uitgepakt is? Nou, er is echt absoluut een heel groot verschil tussen bepaalde schilderijen die heel erg verfijnd zijn gedaan, en bepaalde waarvan, nou ja, ik denk, maar volgens mij ben ik dat echt niet de enige, ik denk, nou, dat had misschien wel wat preciezer gebeurd kunnen zijn. En wat kunt u dan als schilder? Ja, ik heb het gewoon nageschilderd. En, maar heeft u en ik heb ook zijn foutjes, eventuele foutjes heb ik ook nageschilderd natuurlijk. Maar wat denkt u zelf? Denkt u dat het foutjes zijn? Of denkt u, nou, maar dat is gewoon kunstzinnige interpretatie? Ik kan het niet bepalen, geloof ik. Nee. Want, stoort het u? Zeg maar, ja, ik had niet zo gehad dat dat wat strakker was. Ik heb het waarschijnlijk te strak geschilderd, heb ik na de hand begrepen. Oh. Want diezelfde snaren, die trillen dus op een moment. En die heb ik dus stilstaand geschilderd. Dus dat was een foutje voor mij. Ja. Is dat trouwens erg moeilijk, dacht ik? Ik vind het persoonlijk niet zo moeilijk. Ik bedoel in die zin dat als je een schilderij van Vermeer schildert, iedereen kent die dingen, heeft er foto's van. Ja. En die kan bij wijze van spreken zeggen, oké, even kijken of die mij nou... Oh, ja, nee, dat nee. Mogen ze voor mij doen. Ze mogen ze mij het boek erbij halen en vergelijken. Ja, maar denk dat ze... toch niet, is de uitdaging daardoor niet groter en moeilijker? Hoe bedoel je? Nou, wat denk je, kunt kijken of het goed is. Kijk, als u hier gewoon een vaas schildert, en ik zie dat schilderij en dan denk ik wel, leuke vaas. Ik weet niet of dat die vaas misschien een beetje scheef is, of dat die tekening op die vaas anders had moeten zijn. Maar die schilderij kan vergelijken. Ik ben zelf bijvoorbeeld wel heel erg verbaasd, Wim, nogmaals compliment hoor, bij één schilderij, de allegorie op de schildkunst. Ja. Daar zie je op de achtergrond in de kamer zie je een landkaart van Nederland. Ja. Maar die zit ook vol met plooien. En op die plooien, daar valt ook nog licht. Nou, dat moet volgens mij een enorm karwei geweest zijn om dat zo te schilderen. Ja. En dan denk ik, nou ja, dan dat zie ik ook niet iedereen zomaar doen. Ik vind bijvoorbeeld het meisje met de parel, bij wijze van spreken, eenvoudiger van opzet dan sommige andere schilderijen. Ja, nou, dat meisje met de parel, dat heb ik binnen een week geschilderd. Dat was niet zo moeilijk. Oh, ja. Maar die andere heb ik een maand over gedaan. Die heb ik ook langer over gedaan dan een week, denk ik. Ja, die andere schilderij, die grote, heb ik er echt maanden over gedaan. Hoor. Ja. Ik vond het vooral leuk om die techniek van dat kleed, bijvoorbeeld die kleden die hij gebruikt heeft, om daar dus echt een kleed van te maken. Dat wollige, dat pluizige, om dat schilderen. Dat het echt een kleed lijkt. Dat het echt een kleed lijkt, dat vind ik heerlijk om te doen, om dat uit te vissen. Ja. Bent u van uw vak kunstschilder of is dit een hobby? Ik heb altijd een rijschool gehad. Kijk eens aan, dus u zat achter het stuur. Daarnaast, u was de man van de ingreep. En ik maakte dus vele uren in mijn werktijd, was morgens was achter tot s'avonds 8, 9, 10 uur. Ja. En daar, ik had alleen maar zondagstijd eigenlijk en zin en gelegenheid om te schilderen. Maar heeft u al uw hele leven gedaan? Nou, ben je niet na pensionering begonnen of zo? Nee, ik ben een jaar of 30 geleden ben ik wel begonnen. Misschien wel langer eigenlijk. Na mijn trouwen heb ik een schilderijtje gemaakt. Heb ik nog trouwens, een landschapje. En dat was zo leuk. En daarna een poosje niks. En toen ben ik dus eigenlijk bij een schilderclubje begonnen, 30 jaar terug. En op een gegeven moment, dat schilderen op dat schilderclubje ging wel leuk. Maar die leraar die achter ons stond, die had in de gaten dat ik dus op een gegeven moment vrij goed kon schilderen. Ja.
Hij zegt, neem jij dat clubje maar van je, voor mij over. Ah, want, ja, je kan, want je kan ja. En toen ben ik dus een eigen clubje begonnen. Dus het clubje heb ik overgenomen van die leraar. Dus ik heb zelf een schilderclubje nu. Dus ik begeleid de mensen. Ja, ik ben volledig autodidact, dus ik heb nooit geen les gehad. Nee. Nooit geen goed, hè. Nooit geen is... Nee, dat is niet goed. Ik heb nooit les gehad. Nooit les gehad is goed. Nee. Maar goed, nu zijn de schilderijen te bewonderen, begrijp ik. Ja, zeker in het Witte Huis in Pijnenker aan de Raadsplein. En ik vind dat altijd een bijzondere gelegenheid, niet alleen een heel mooi pand, maar al die 36 schilderijen, die hangen over de hele wereld. Daar hangen er maar 7 in Nederland, ja. Maar in het Rijksmuseum en in het Mauritshuis. Dus wil je normaal gesproken al die schilderijen zien, dan moet je een behoorlijk reisje kunnen maken. Ja. Ik ja. Vraag me of je komt naar het Vermeercentrum in Delft, daar hebben ze ook al een kopie. Ja, maar geen schilderijen. Nee. Nee, geen schilderijen. Dat heeft u in bijna nodig nu wel. Jazeker. Maar heeft u een favoriet schilderij erbij van Vermeer? Ja. De kunst op. Kijk, hoe heet het ook weer? Nou, ik denk op zich de allegorie op de schilderkunst. Ja. Ja, die bedoel ik. Ja. Ja, ja. Die behoort tot ja. Die was ook moeilijk. En ook, dat was een zeer moeilijke. Zeg, die landkaart vooral, ja. Die was ontzettend moeilijk. Ik zeg wel, ik kwam halverwege pas tegen dat het de landkaart van Nederland was, aan de Nederlandse kant. Ja. Heeft u nooit de neiging om het een beetje te interpreteren? Dus, nou, ik maak een schilderij van ja, en ik zet er de AWB landkaart af. Ja, nee, nou, ik heb een schilderij gemaakt, het meisje met de gitaar, stel ja. Waar je het net over had. Ja. Heb ik dus iemand, heb ik dus die dame, heb ik een elektrische gitaar gegeven. Ja, dat bedoel ik, ja. En dat schilderijtje dat werd nog een keer in een tentoonstelling gehangen. En toen heb ik gezegd van, er is ergens een fout schilderij. En er waren toch mensen bij die dat niet gezien hebben hoor. Dat, ja. Die elektrische gitaar, nee. Dat kan helemaal niet. Met speakboxen. Nee, dat hadden ze echt wel niet in de 17e eeuw. Maar er is hier in Delft dus een schilderman, meneer Jacob, die heeft een galerie kunstkop. En die heeft ook heel veel van dat soort interpretatiewerk van Vermeer. Meisje met een beugel. Er zijn er een heleboel, ja. Dus het is wel een geliefd onderwerp. Ja, ja. Ja, het meisje met de paal die is menig keer is dat met een kwinkslag gedaan. Ja, ja. Dat is hier overkort, van koepelik tot. Wat is nou de toeloop in dit huis? Gaat dat? Loopt het lekker? Ja, zonder meer. Je merkt echt wat voor zoiets belangstelling is. Het is ook een heel mooi centraal gelegen plek. En ik denk dat heel veel mensen, kijk, Wim is in Pijnenker natuurlijk een bekende Pijnenkenaar. Ja. Hij is ook een enorm actieve cameraman. Maar de mensen kennen hem natuurlijk ook als schilder. Maar om bepaalde reden exposeert Wim heel weinig. Huh? Ja, ik moest hem ook overhalen hoor. Dus het is niet vanzelfsprekend dat hij zegt, nou ik kom wel. Nee. Nou, ik heb straks ook weer een aantal schilderijen heb ik dus, bij een manicurewinkeltje. Dus maar er hangen er dus nu 36. Zijn die nou ook te koop? Of zijn ze allemaal van nu? Ik zou maar zeggen, Erik. Hè? Ja, ik bedoel, de meeste mensen schilderen om, want als je ze alle 36 thuis hangen. Ik vind ze zonde. Ik vind ze zonde. Als iemand in één schilderij koopt dat ik mijn collectie kwijt ben, dat stuit me tegen de borst. Dus je verkoopt eigenlijk niet? Of allemaal. Of allemaal. Of allemaal tegelijk. Ja, er is geen keuze. Ik ga er wel over denken als ik... Erik, die haalt me nog een keer over. Thuis ben je dat toch niet kwijt? Nee. Ik heb Wim al weten over te halen dat hij 37ste ging schilderen. Dat is een beetje een twijfelgeval. En Wim heeft me ook heel duidelijk uitgelegd waarom. Ja. Hij zei tegen mij in ieder geval, ik bedoel, kleur geel. Dat is helemaal niet de kleur geel van Vermeer. Maar ja, hij schijnt nu toch toegekend te zijn. Maar blijft een twijfelgeval. Ja. Dus toen ben je toch maar gaan schilderen. Dat vond ik al wel heel leuk. Ja. Ja. Goed, tot hoe lang is de tentoonstelling nog te bekijken? In ieder geval tot 10 januari. De tentoonstelling is namelijk wegens een succes geprolongeerd. Hij zou eigenlijk tot en met vandaag zijn. Maar nou goed, de belangstelling omdat. Wat zijn de openingstijden? Welke dagen? Elke dag. Ja? Werkelijk elke dag. Ik wil zeggen, met de kerst is het wel even iets anders, maar zullen we even bekijken. Maar in principe is het van maandag tot en met zaterdag tussen 12 en 6 uur. En op zondag dan tussen 1 en 6 uur. Okay. En het is gratis. Nou, dat is al een hele mooie uitnodiging erbij te zeggen. Heren, hartelijk dank voor uw komst naar de studio en dit verhaal met ons te delen. Ik wens u verder veel succes met het schilderen, met het laatste schilderij en u met de tentoonstelling. Ja, hartelijk dank. Dankjewel. Nou, dat was het dan weer, heren. Succes daarmee. Ja.
Dat was een leuk gesprek. Oké, okay, spijt. Van het spreken is hij, hè? Je weet het als ik. Ja. Ik kan beter schilderen dan spreken. Rijker schilderen dan ik op water. Zo is het verdeeld in de wereld.